Goedenavond jongens, het is bijna 6 uur, dus de avond moet officieel nog beginnen, maar we hebben al gegeten. En ik ga gewoon mijn avondroutine filmen. Er is letterlijk niks bijzonders, ik heb alleen dans, want het is donderdag. Ik ga het gewoon realistisch mogelijk houden en niks anders of bijzonders doen. Maar gewoon gezellig filmen, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe alvast een duimpje omhoog en je kan hier beneden abonneren. En laten we snel beginnen met mijn avond. Ik ben bezig met de serie Lucifer, moet je vast wel van hebben gehoord. En ik ben bij seizoen 2, dus dat ga ik even kijken. En ik heb om 8 uur heb ik dus training, gewoon online. Oké, kijk, er is allemaal troep in mijn kamer, maar ik heb het zoveel mogelijk aan de kant. Want ik heb natuurlijk straks online les en ik ga gewoon de camera zo zetten, zodat we het niet zien. Maar hier kan ik wel dansen. Woe! En het is best wel fris, dus ik hou gewoon dit aan. Ja. Maakt niet uit. Ik bedoel, we gaan toch een beetje stretchen en aan het dansen. Misschien weet ik veel. Ik vind online les dansen echt heel veel minder leuk dan normale. Ik spreek jullie wel weer daarna. Het is 7:50 of zo. Au! Ik heb alleen maar genetflixt en een banaan gegeten, want we blijven gezond. Dans is klaar. Ja, ik vind het gewoon echt niet leuk online. Het was nog wel oké, want we zaten met een andere groep. Maar ja. Ik ben vandaag nog helemaal niet naar buiten geweest. Dus ik denk dat ik even muziek ga luisteren buiten. Want virus en bedreigingsbeveiliging. Die melding krijg ik zo vaak. Uw IP-adres is zichtbaar. Ik weet geen eens wat mijn eigen IP-adres is, maar oké. Ja, dus ik ga even naar buiten met mijn koptelefoon. Ja, ik ga snel in. Oké, mijn telefoon is 2%. Maar volgens deze widget moet de maan echt heel erg mooi zijn op dit moment. Echt mega dun. Maar ik heb dus de sterren app. En als we daar de maan op zoeken, dan krijgen we dit. Moon. Dat is een Engelse app. Ergens met alle andere planeten gezellige feestje aan het vieren. Maar niet boven de horizon. Dus wij kunnen hem niet zien, want hij staat daar. En daar is de horizon. Dat was echt officieel het korte tripje ooit naar buiten. Maar mijn telefoon ging aan. Maar ik heb wel Pringles. We blijven gezond. Dus ik ga weer verder met mijn Netflix movie night. Nee, eigenlijk serie. Het is eigenlijk niet goed dat ik zoveel kijk, maar het is niet elke avond zo. Sommige avonden spreek ik af met mensen of moet ik iets editen of ga ik het spelletje doen. Maar deze avond is gewoon chill van mij, me-time, weet je wel, zelfloop. Ik ga even de afwas en zo naar beneden brengen en daarna begint mijn echte avondroutine hoe ik me klaarmaak om naar bed te gaan. Als eerste ga ik uiteraard mijn tanden poetsen. Ik zet even mijn haar vast, want anders komt dat straks allemaal in mijn eigen speeksel. Eww. En ik ben heel slecht in stilstaan, dus ik loop altijd overal rond, ga iets opruimen of whatever. Maar ik sta eigenlijk nooit stil, dus is dan goed. Maar wat ik vandaag nog gebruik, als eerst dit als cleanser voor in de avond. En daarna doe ik deze toner van The Ordinary. Daarna doe ik deze van Paula's Choice voor roodheid dingetjes. En daarna gebruik ik deze nachtcreme. En als ik een begin van een puistje krijg, dan doe ik deze op tijdens het slapen en dit moet dan in de ochtend weg zijn, maar mijn huid is nu een beetje nog aan het herstellen, maar komen niet echt nieuwe. Dus ik denk niet dat ik dat ga gebruiken, maar laten we gewoon beginnen.
Dan doe ik altijd mijn haar. En eigenlijk is dit niets bijzonders. Ik gebruik deze elastiekjes 's nachts. En eigenlijk gebruik ik overdag, nu met de online les, gewoon een scrunchie. Want dat is heel chill. Of een normaal elastiekje als ik iemand ga zien. Je hebt bij sommige delen dan van die haarplooitjes eromheen zitten of zo. Kind of gross. Dus ik moet er even een nieuwe aan. Maar voor nu zit prima. Lage staart, dat zit het lekkerst. 3, 2, 1. Ik ben een van die mensen die dit hele jaar zomaar pyjama's draagt. Dus nu ook. En deze is echt heel zacht en heeft echt hele grote zakken. Dus deze is top. Dus ik ga even checken of ik morgen eerste uur heb. Of tweede of derde. Hopelijk derde. Maar dat is nog niet gebeurd deze week helaas. Ik heb tweede, maar wel heel chill rooster. Oh ja, want morgen hebben ze op onze sponsor van online open dag. Maar dan vallen onze lessen uit, dus dat is heel erg chill. Ik heb twee verschillende standen. Ik heb deze en die. Je kan ze ook aanpassen. Maar dit is voor tweede uur, dit is voor eerste uur. En dat wordt 9 uur opstaan. En mijn les begint om 9 uur 20. Dus ik moet me 21 minuten klaarmaken, maar dat kan ik. Nog één ding wat ik eigenlijk elke avond doe, is een kleine workout. Nou, normaal gesproken zou ik het nu niet doen, omdat ik dans heb gehad. En het dan niet echt nodig is, omdat ik toen straks al een workout heb gedaan. Maar het is echt heel kort. Vaak doe ik gewoon mijn push-ups. Of ik doe zo 1 minuut. En dan doe ik 20 keer zo. En dan doe ik dat nog een keer 1 minuut. En dan doe ik 10 keer opdrukken. En soms nog wat squats als ik er zin in heb. En dan ga ik slapen. En dat is niet iets extra's voor deze video ofzo. Dat doe ik oprecht. Ik kan het heel erg aanraden. Want het kost echt letterlijk 2 minuten. En daarna kan je gewoon lekker gaan slapen. En het voelt ook niet echt iets als verplicht. Omdat ik het helemaal niet erg vind om te doen. Terwijl ik echt niet hou van workouts volgen. Dus tip voor mij. Altijd mensen die zulke video's filmen. Die hebben dan opeens hele coole routines. Maar dan denk ik altijd, ja, dit is niet echt heel erg geloofwaardig, maar dit is bij mij wel zo. Het is gewoon altijd zo, ongeveer in ieder geval. Ik heb niet elke avond dansen, maar om eerlijk te zijn, ik dacht dat ik deze video vandaag ging opnemen en toen kreeg ik appjes van dans binnen, dus ik wist geen eens dat dansen er was. Maar bedankt voor het kijken in ieder geval en mocht je het leuk vinden, kan je nog meer video's kijken op mijn kanaal of abonneren. En dan zie ik jullie wel weer een andere keer. Slaap lekker!